wat te doen in de eerste twee weken van februari in de tuin. Dan kan je natuurlijk denken, waarom alleen die eerste twee weken? Want heel februari is toch winter, koud, alles staat nog stil, er gebeurt niks. Dat weten we niet zeker. Want de eerste twee weken, dat is nu de voorspelling, dat het een beetje, ja, graadje 4, 5, 's nachts misschien is een nachtvorstje. Maar dat boeit allemaal niet, dan verandert er niet zoveel. Maar als dit zo door blijft gaan en de tweede helft van februari blijft ook zacht, dan ineens gaat het als een raket, hè? Dan begint ineens de rozen al uit te lopen, beginnen hortensia's al in, die knoppen beginnen te zwellen, enzovoort, enzovoort. Dan moeten we ineens heel hard aan het werk. Nou, en aangezien wij heel erg actueel zijn, willen wij daarbij zijn. Dus we doen de eerste twee weken en dan zien we even hoe ver de tuin. Als het kouder wordt, kunnen we nog even rustig aan doen. Blijven deze temperaturen, nou, dan moeten we aan het werk. Dus de hagen, de bladverliezende hagen, de beuken, de haagbeuken, ook de ligusters. En knip ze nou nog even als jij ze wat wil verkleinen. Hè? Ik bedoel, in de wintermaanden knip je het gewoon, je kan het goed zien. En als straks het voorjaar komt, dan begint hij op die geknipte plekjes, hè, vlak daarbij, waar je knip loopt hij uit. Gaat hij allemaal vertakken, hoe vaker jij dat doet. Hè, dat doe je dan meerdere keren per jaar. Maar hoe meer jij knipt, hoe meer die vertakt, hoe dichter die wordt. Dus die bladverliezende hagen, lekker knip. De fruitbomen, ja, pak ze nog even aan. Hè. Je kan het nog fantastisch zien. En neem goed gereedschap, alsjeblieft. Als je die fruitbomen gaat knippen, je hebt er niks aan. En met een oude snoeischaar, je gaat knauwen en zo. Als je een goede hebt, is het prima. Als je geen goede hebt, kijk gewoon even in de shop. We hebben hele leuke die goed zijn. En we hebben hele professionele die ook top zijn. Ik werk er gewoon zelf ook mee. Dus doe er je voordeel mee. Maar in ieder geval, die fruitbomen, al die opgaande scheuten gaan eruit. Hè? Dat zijn de jonge fruitbomen. Of de wat oudere fruitbomen die al wel mooi een gestel hebben. Waar je duidelijk die opgaande twijgen in ziet. Als je nou verwaarloosde oude fruitbomen hebt, dan reken je het hier niet meer mee. Daarvoor hebben wij dan de zaag. Dat is een klapzaag. Is veilig. Hij is vergrendeld. Trekkende beweging. Maar daar kan je mooi licht mee snoeien, hè, in een boom. Hoeft niet eens een fruitboom te zijn. Kan in elke boom zijn. Als hij wat dicht is van kroon en je wilt juist wat licht onderin hebben. En bij een fruitboom moet dat wel. Want anders rijpen je vruchten niet. Zaag daar gewoon eens af en toe een tak uit vandaan. Als je dat elke winter doet, dan hou je hem open qua kroon en dus optimaal zonlicht. Daar hebben we allemaal filmpjes over, hè? Daar hebben we allemaal filmpjes over. Maar het is ook als reminder bedoeld, hè? Dat je weet, oké, ik moet ze wel even aanpakken en het is nu wel nog de maand dat ik het kan doen. Want, ik zei het al aan het begin, we weten niet precies wat de komende weken, eind februari, maart gaat doen. Maar het voorjaar kan zomaar veel sneller bij je zijn, bij ons zijn, dan dat je denkt. Je kan niet wachten. Je kan niet wachten, nee, precies. Maar als die temperatuur zo zacht blijft, dan ineens is de natuur ook gewoon sneller. Is helemaal niet erg. Compenseert hij wel weer richting de zomer. Maar dan ineens staat deze magnolia ook gewoon twee weken eerder in bloei. Dus het voorjaar kan er zomaar sneller zijn dan dat je denkt. Dus pak nog even die bladverliezende hagen, fruitbomen, struiken van mij die je wil uitdunnen of bomen. Pak dat nou aan. Je kan het nu nog goed zien. Het is een prachtige tijd om even te snoeien. Kijk, lange scheuten van klimplanten mag je er ook wel afhalen. Hè? Van je clematissen die te veel gewoekerd zijn. Blauwe regen, roos die veel te lang is geworden. Het hele korte terugknippen van de druif kun je intussen gaan doen. Ook van de kiwi. Alleen van die laatste twee kan het dus zijn, omdat de druk van planten al, dat zie je natuurlijk niet, maar dat gebeurt wel, al aan het oplopen is, dat als je daar wat afknipt, dat er wat druppeltjes sapstroom uitkomen. Hè, het algemene bloeden, wat niet echt bloeden is. Maar goed, als je er zo vroeg mogelijk nog bij bent, kan het zijn dat je net nog voor bent. Doe je het over twee weken, drie weken, dan weet je wel zeker dat het een beetje gaat bloeden. Nou goed, maar wil je het niet, wees er op tijd bij. Ja, maar is niet erg toch, Jur? Nee, is helemaal niet erg. Oh. Nee, dat is een beetje een stom gezicht. Maar voor de rest, knippen en weglopen, binnen gaan zitten. En drie weken later zie je er niks meer van. Hè? Geen verbanddozen. Geen verbanddozen, geen pleisters, helemaal niks. Niet met wondafdekmiddel. Niet bang voor zijn. Maar ik sta natuurlijk niet voor niks bij een van mijn favorieten. Dat is de passiebloem. Echt waanzinnig. En kijk even hoe die hierbij staat. Hij staat in de zon, dat zie je ook wel. Onder overkapping tegen een raam, de warmte van binnen komt er natuurlijk een beetje bij.
Het is net alsof het zomer is bijna bij deze plant. Ja, ik vind het echt een waanzinnig mooi ding. Oh ja, even over dit. Ik knipper even. Kijk, dit zijn die slingen, die uitlopertjes van hem. Dit zijn een soort armpjes. En die slingert zich, die draait. En die, zodra die wat te pakken krijgt, hop, pakt hij zich vast. Dat doen druiven, doen dat ook. Maar ja, ik vind het altijd zo bijzonder. De natuur is zo waanzinnig mooi. Maar goed. Daar zit hij helemaal vol mee. Dus dit geeft ook al aan dat als je een passiebloem ergens tegenaan zet, een klimrekje of iets dergelijks, hij redt zichzelf. En dan even over het snoeien van de passiebloem. Kijk, zoals hij er hier nu bij hangt, zou ik er eigenlijk gewoon even niks aan doen. Dan zou ik gewoon een maandje wachten nog, tot je zeker weet dat de winter voorbij is. Niet alleen voor de plant zelf, hè, want dit is natuurlijk de bescherming tegen de vorst. Maar het staat ook nog heel erg leuk. Je hebt tenminste nog wat in deze tuin. Dus ik zou dit eigenlijk even met rust laten. Over een maandje, wat ga je dan doen? Al deze lange scheuten ga je kort wegknippen, dat je het vrij knipt. Want als je dit laat hangen en laat gaan, dan van de zomer kan je niet meer naar binnen kijken. Hè? Is ook een keuze, maar ik denk dat je hem vrij wil houden. Dus die lange scheuten die mogen er dan af. En het kan natuurlijk zijn dat bij jou in de tuin, dat het stukjes een beetje bevroren zijn geraakt. Dat kan je nu al wel een beetje zien door het blad wat dan slap gaat hangen. Maar veel beter zie je dat over een week of vier. Dan is er heel duidelijk zichtbaar, oh, dat blad is mooi, dat heeft geen vorschade. En die delen die dan wel vorschade hebben, die knip je dan als eerste weg. Want het kan best zijn dat zo'n scheut die hier hangt, je dan toch wil gebruiken als vervanger voor een scheut die dood is gevroren. Dus wacht gewoon nog een week of vier, geniet even van al dit blad. Van die uitlopertjes die eraan zitten en zo. Maar ja, dit is een feestje in de zomer. Het lijkt net alsof jij uit deze pot komt groeien. Wat te doen met het gazon in de komende weken? Nou ja, niet al te veel, hè. Ik bedoel, we gaan nog niet voeden. We gaan zeker niet verticuteren. Nog niet doen. Je maakt alles kapot. Maaien. Ja, meestal hoeft het niet. Maar als je gras echt heel hoog is, zou het in theorie mogen. Op de hoogste stand. Maar ja, die tuinen zijn bijna overal zeiknat. Dus je maakt meer spoorvorming. Je maakt het eigenlijk slechter dan dat je goed doet. Dus als jouw tuin hoog ligt en je gazon is droog, zou je mogen maaien in theorie. Maar wat voor elk gazon wel heel goed is, om deze tijd om te gaan bekalken. Wij hebben in de tuinmaniershop hebben wij gewoon doosjes met tuinkalk. Strooi het er overheen. Het is namelijk zo dat gazon van nature een beetje verzuurt in de loop van de jaren. Die kalk zorgt ervoor dat het minder zuur wordt. Daardoor groeit gras beter. Als je straks gaat voeden, is dat een prachtige combinatie, kalk en voeding. En je krijgt minder mosvorming. En je krijgt ook nog eens, jawel, dat het gras meer gesloten gaat worden, omdat het beter groeit. En dat werkt ook dat mos weer tegen. Dus in principe kalk strooien, dat is wel het belangrijkste voor de komende weken. Is ook nog een leuk klusje, hè? In de tuinmanierenshop hebben wij doosjes met kalk. Je krijgt thuis gestuurd, maak het open. Strooi, strooi, strooi. Super simpel, is nog een leuk klusje om te doen ook. Gazon is natuurlijk heel belangrijk. Voor je tuin zou het ook prima mogen. Gewoon in de borders. Gewoon in de borders, want kalk is ook nog structuurverbeterend. Hè? Zeker op wat zwaardere gronden werkt kalk heel goed om die grond net even wat losser te maken. Waardoor regenwater sneller weg is en plantenwortels weer beter gaan groeien. Bodemleven beter tot stand komt. Ja. Oh, wondermiddel. Ja, kalk is een soort van wondermiddel. Ja. Jurgen doet lelijk tegen mij. Ja, nou en terecht. Zal ik even vertellen wat Kaat net vroeg. Die aucuba aan de overkant, is dat de groen blijven? Kaat, het is winter en hij is groen. Wat denk je zelf dat het is? Ik vind hem echt soms zo stom. Echt, is het een groen blijven? Komt er niet meer bij. Dan even over de boerenhortensia. We hebben het natuurlijk al wel vaker gezegd. Maar hier hebben we overigens een filmpje over. Hè, over de drie snoeimanieren van de boerenhortensia. Als je naar tuinmanieren gaat hè, op YouTube, dan heb je het loopje, daar kan je zoeken. Als je daar hortensia snoeien of hortensia intikt, dan krijg je alle video's over de hortensia die we al hebben gemaakt. Maar deze boerenhortensia, die mag dus gewoon uitgedund worden en dat mag je gewoon de hele winter doordoen. Alleen, ja, je hebt dus de februari maand nog wel zo'n beetje, maar dan vanaf maart begint die al een beetje uit te lopen en dat moet je wel een beetje voor zijn. Dus kijk even die video, dan weet je precies wat je wel en niet kan doen, ook in februari qua boerenhortensia.
Ik heb nog een vraag. Ja. Kan je ook al bakken vullen? Ja, 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 ja. Ik zie hier natuurlijk die viooltjes in de potten staan. Ja, dat kan natuurlijk makkelijk. Dat kan eigenlijk de hele winter wel door, hè. Winterheide. Je hebt ook, Gaultheria. Dat is een wintergroen plantje. Skimmia. Helleborussen natuurlijk, om die in potten en vazen en bakken te zetten. Dat soort planten kan je gewoon in principe de hele winter door wel in potten zetten. Staat leuk, geeft een beetje vrolijkheid. Dingen als petunia's, lobelia's, die zijn er nog lang niet. Bolletjes op pot krijgen we eerst nog, hè? Die kan je natuurlijk ook pakken. En alles wat je nu in bakken zet, waar je eigenlijk misschien wel meer zomerbloeiers in zou willen hebben, die plant je nu aan en in maart, april ongeveer, plant je die gewoon lekker in de tuin uit en vul je ze met de eerste eenjarigen die gaan komen, zo rond april is dat dan weer. Dus ja, dat kan eigenlijk het hele jaar door. Ja, en dan heel af en toe maakt mijn hart een klein beetje een sprongetje. Als je mij ziet zeker. Ja, nee, het ging even op de strak, Roos, als je het niet erg vindt, Kaat. Wat kijk hier, hij begint gewoon blad te maken al. En zijn knoppen al, die begint al helemaal uit te lopen. De neiging is nu om dit te gaan snoeien, hè? Want je denkt, ik moet ook weer niet te laat zijn. Maar omdat we niet weten of de laatste twee weken van februari nog strenge vorst gaan geven, zou ik zeggen, hou je nog heel even in. Gewoon nog een weekje of twee, drie. Als dan er geen vorst meer wordt voorspeld, moeten we hem ook wel gaan snoeien. En dan zijn we eigenlijk zomaar één of twee weken eerder dan gemiddeld in ieder geval. Wat je ook nog niet moet doen, is de bladhoudende planten snoeien. De laurierhagen of de skimmia's. Nou, skimmia's staan trouwens prachtig in bloei. Maar hou je nog even in, ook met de coniferenhagen. Nog niet doen, wacht nog een paar weken. Vijvers sowieso niet aankomen. Laat ze met rust. Die vissen zitten helemaal beneden in. Laat dat nog maar even lekker zo. En wat je natuurlijk wel heel erg goed kan doen, juist nog in deze periode, is natuurlijk planten. Na gaan denken over misschien wil ik zelf al wat kruiden gaan zaaien of groentes gaan zaaien. Die kun je al onder een raam zou je daar al een beetje mee kunnen gaan beginnen. In ieder geval de voorbereidingen treffen. En gaan nadenken over kleine hoekjes in de tuin die jij in maart, april, mei aan zou willen pakken. Daarvoor hebben wij een hele leuke tuinontwerpcursus. Kun je vinden in de Tuinmanieren Shop. Kan je het zelf allemaal gaan bedenken. Heel veel leuke informatie. Ik bedoel, dat zijn dingen die je nog weer wel kunt. Een beetje voorbereiden op het voorjaar. Want let wel, lieve tuinvrienden en vriendinnen. Doe nog een paar weken. Maar dan mogen we weer, hè? En dan gaan we jullie daar wekelijks voor op de hoogte stellen. Wat we gaan snoeien. Planten. Gaan we al blad ruimen. Gaan we al vlinderstruiken snoeien. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oh, ik heb er zo'n zin in.